allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Papa TV. George en ik gaan samen met Renate en haar paard Johnny vandaag een show geven op de hengstenkeuring. Het wordt echt mega gaaf. Er zijn alleen maar mooie droomhengsten. Hengsten die misschien goedgekeurd worden als een echte dekhengst. Ik ga nu naar George. Ik ga hem helemaal wassen. En ik ga jullie meenemen vandaag. En natuurlijk de beste glitterspray ever. Blijf kijken! Gaan we wel lekker wassen, George? Ja? Oké, ik heb de voorpluk door het halster gehaald. Want dan kan ik het hier wassen. Want anders komt altijd zeep in de ogen van je paard. Dus het is altijd goed om dan, als ze een lange voorpluk hebben, om die onder het halster te doen. En dan kan je hem zo hier wassen, zo meteen. En ik begin altijd met de staart. Want daar kan ik dan zilver shampoo in doen. En laat ik er even intrekken. En dan doe ik altijd eerst twee achterbenen, dan twee voorbenen. Want dan in de winter hoef je niet het hele lichaam al nat te maken. Want anders krijg je het super koud. Dus dan spoel ik zo meteen de benen uit. En dan ga ik ze lijf wassen. Hey George, heb je er zin in? Ja, er zijn allemaal soortgenoten. Allemaal hengsten. Alleen maar hengsten. Nou, geen Spaanse soortgenoten, maar wel mannelijke soortgenoten. Heb je er zin in? En ik heb dus tegenwoordig handschoenen gekocht, omdat deze zilver shampoo worden je handen helemaal paars van. Dus ik heb nu en een borstel en handschoenen. En kijk, de benen worden helemaal wit. Vooral hier zijn de voeten vaak vies. Zo net boven de hoeven. En kijk, ik ga ook helemaal die hoeven schoonmaken. Dan worden ze straks echt super schoon. Oh, kijk wat een vies water er al afkomt. Eigenlijk moet je dat als laatste, want anders wordt het hier weer vies. We zijn aangekomen bij de manen. En de voorpluk die ik hier doorheen heb gedaan. Jullie vragen je altijd af waarvoor George zo wit is. Nou, dat komt dus door, hallo, zilver shampoo. Alleen wat wel altijd moeilijk is van een wit paard. Ze hebben ook vaak hier vieze vlekjes. Maar hier kan je natuurlijk geen shampoo doen. George vindt het zo gezellig. Hij weet gewoon dat hij weer mee mag. Wij zijn echt een team samen op shows. Lekker. En hier op deze handschoen zitten dus van die ribbeltjes. En dat werkt mega goed. Het zijn gewoon van die schoonmaakhandschoenen. Je krijgt geen vieze handen en je kan er ook nog mee insoppen. Kijk, en dan doe ik ook altijd goed onder de manen. Want hier ben ik het wel eens vergeten. En toen had ik gewoon gele knotjes. Dus zijn manen vallen eigenlijk aan deze kant. Maar dan klap ik ze eventjes om. En dan sop ik het lekker helemaal in. Oh, sorry. Klop, 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 klop. Braaf. Wat komt eraan? Oh, je oor heeft ook een poepvlek. Ja, dat krijg je niet schoon, dan mag je ook geen zeep op doen. Oh, George is helemaal klaar en schoon. Ja, we gaan, George. Kijk hoe mooie knotjes. Lekker dekentje om. Helemaal shiny. We gaan. Ja, je wil mee, hè? Ja, jij ook, Johnny. Binnen en hier zijn dus alle stallen en het is vet lekker ruim, want het met allemaal hengst is, moet het veilig. En George is al vriendig geworden. Ik weet niet hoe jij heet. Box nummer 16. Die is de hele tijd naar George aan het heerlijke. Georgie, kijk! Georgie! Die is alleen maar geurtjes aan het snuffelen. Vind je dat lekker ruiken? Vind je dat lekker ruiken? Oh ja, kijk wat hij doet! Dit doen paarden als ze iets lekker vinden ruiken. Want dan ruiken ze het nog beter. Hallo, George. George, zijn vriend is inmiddels gearriveerd. Heb je paard niet meegenomen? Johnny! Toto. Johnny. Oh, hij is even lekker aan het eten, maar ze hebben dus dezelfde deken. Geniaal. Hallo. Hij is echt heel leuk. Uitstekken. Zo ja, maar dat is goed. Maar dat iedere keer die kleine overgangen maken. Dat je hem nu wil opvangen. Want dan gaat er. Ja, doe maar iets leuk nog. Ja, en dan kun je loslaten. Loslaten. Zo. Ah, ja, dit zou ik wel houden. Ja. Maar als ik dat niks doe, dan gaat hij weer. Ja, en dan vang je hem weer op. Je moet telkens als hij het van jou overneemt, moet je zorgen dat je ingrijpt. En dat je hem dan weer terug laat komen. Braaf.
Ja, dat is al beter. En desnoods maak je een paar keer een overgang naar stap. Hè? Doe je een paar passen stappen en weer wegdraaien. Zo, ja, dan rustig stappen. Iets langer stappen, want nou stap je nog niet echt en dan begin je alweer. Zo, ja, dat. Goed zo, en dan weer wegdraaien. En dan rustig wegdraaien. Zo, ja. Zo, en dan weer een beetje lucht aan de voorkant. En als je voelt dat die harder gaat dan je wil, dan vang je hem weer op. En zo. Dit, goed. Ja, dat is goed. Heel goed. Gaan we nu nog die pirouette doen, of niet? Ja, ik dacht ik wacht even op mijn naam, maar kunnen we samen bestellen het uit. Ja. Nee. Het even uit. Ja. Het is heel mooi om na te zoen. En daar ook die lucht in je hand geven, dat je, ja, daar, dat je echt zijn eigen hoofd draagt. Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart had bij de soos, dan ben je als bij de deur. Zaten die zijn mon cœur, oui mon cœur. Thank you.
Ja, Renate, Renate, als jij dus dit filmpje ziet, dan is echt onze droom dat je kijkt. Doortje is weer thuis. En hij neemt meteen lekker een bakje slobber. Goed gedaan, lieve Sjorsie. Ik noem zijn stal altijd een soort suite villa, want die is zo groot. Oh, dat is al Johnny. Wacht, Johnny, die krijgt ook een beetje biks van jou. Sjoes, Johnny hinnikt heel hard. Ja, die krijgt ook een beetje. Kijk eens, liefie. Heb jij ook alweer zin om mee te gaan aan een show, John? We hebben het knotje in de voorpluk eruit gehaald. Grappig, hè, man? Ja, feminine. Kijk eens, George, hoe ziet er? Je lijkt wel een omaatje. Ja. Een oud omaatje. Ah, welterusten. Welterusten, braverd. Kijk, die zilveren glans, joh, zo mooi. Ah, nog even een aantje van mijn moeder. Wat vond je van de show, mam? Geweldige show, echt fantastisch. Ja, het was echt super cool. Welterusten, George. Ja, het is inmiddels de volgende dag en ik ben zo trots op George. Hij heeft het echt zo goed gedaan. Het was echt mega spannend, want je had echt overal hengsten en die gingen hinneken naar elkaar. En George die werd mega wild van die hele arena, maar uiteindelijk heeft hij echt goed zijn best gedaan. Dus ik ben heel erg trots op George. En voor nu wil ik zeggen super bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en tot volgende week.